Hey, hallo. Het is een tijd van puzzelpost noemen Njoggen. En de vraag van deze week is: tag in die ik wel eens op wat voor manier dan ik uit de bocht vlieg. Vorige week wie ik was zelfs bij Famke. Famke is gek van hints en we hadden zelfs een western scène draaien. Te Germa, haar vriendin Femke. Ja, het wordt een beetje ingewikkeld. Femke, Famke, Famke en Femke. Ja, het is echt zo. Dus shock dat vooral als er nog net zoen is, want dat is absoluut de moeite waard. We kregen een reactie van Elise, van Hinderke, logisch, van Ankie, van het Pieter Jellis. De Squalle had reageerd, dus hartstikke leuk. Horses Bear, Jitsje, Renska, Lina, Famke had zelf nog even reageerd. Jochem Aaltje, Horses Live bij Hilly. Dus een heel soort reacties. Dank daarvoor. Dan gaan we even naar de puzzelpost van deze week, want die was net super ingewikkeld, want het was natuurlijk Jesse van Wieren. En de winnaar van de puzzelpost van deze week is Roan. Doe eens dit boek woon en ik kom no naar Rita. Gefeliciteerd! Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig bij te wennen. Ik weet aan de hand van zijn Instagram-account dat hij een groot fan is van autocrossen. Stockcar racing, volgens mij. Als het goed is, dan ben ik nu bij Roan thuis. Ik heb het boek bij me, die breng ik hem. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Sleutel mooi, je weet het nooit. Het is wat goeie nummer. Even zien. Hey, Reinoud. Doe me snel. Ja, ik ben zeker snel. Kun ik zo snel rijden? Ja, dat hopen we wel natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, maar waar winnen ze hier eigenlijk, Jeroen? Met mijn broerke, mijn hart en mijn mem. Wat heeft de arm de titel je dien? Want dat weer natuurlijk wel een gekke titel. Ja, nou, ik ben veel bezig met de auto en dan sleutelen. Bij mijn hart in de garage natuurlijk. En wat voor auto's hebben we toen dan? Oerstakkers. Wat ben dat voor auto's precies? Nou, ik ben auto's met mijn botsenkist en dat rijdt op gravel en op asfalt. En ik heb al heel hut. Wat voor snelheid heb je dan? Nou, ik denk wel 140 op de rug al. Meer snel. Ja. En doe je dat zelf ook een man of doe je dat nog net? Ik doe het nog net. Ik heb volgend jaar rijden. Okay. En mijn broer en mijn hart die rijden nu al. Oké, nou, ik ga in elk geval een boek voor jou. Ja. Die moet ik eerst even een tak gooien. Oké, dan komt die. Hey. Ja. Ik zeg gelijk nog hierin. Waar is dat? Dat is mijn maat Vincent. Vincent, waar ben je? Vincent. Zo, daar hebben we Vincent. Vincent, hoe is hij? Goed. Mooi jong. Het is ook een griezelig mooie squonnen, jongen. Hey, ben je een autocross Vincent of net? Nee. Dat net? Ik ben een keertje. Kun je een beetje keertje? Ja, ja. Hoe komt het met de PC? Nou, dat weet ik nog niet. Nee, alles aan de hang? Jawel. Je is volgens mij maar de stakker van Roland. Ja, ik ben al eens een keertje mooi geweest. En hoe voelt dat? Het was wel erg leuk. Maar er was er net die rally van het keertje? Nee. Die auto's, waar zijn die? Die zijn bij mijn hart in de Lord. In de stietrein. Dus je vlakbij? Je vlakbij. Oké, nou, dit is de hinning in. Ja. Oké. Okay. Hey Wessel, hey. Hoe is het? Goed hoor. Mooi zo. En dan ben je stak aan racen? Ja. Crash je hem ook wel eens of niet? Ja, ik heb het gelukkig nog niet, maar mijn hart had wel een paar keer plakjes gehad. En wat is de reden dat ze dit doen wist dan? Ja, het is een soort familieding. Mijn hart en mijn oma binnen met Baron. En wij gingen altijd met. En toen was ik oud genoeg en toen zei ik van ja, dan wil ik ook wel. Is het niet gevaarlijk? Natuurlijk, dat is bij iedere sport denk ik gevaarlijk, toch? Kunnen we even zien bij die stakkaart? Jazeker, bij die van Westen kunnen we wel even zien. Ja. Hey. Vriend. Oh, dat is Ties. 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 Hoe is het met Ties? Ja, goed hè. Hoi Ties. Ja. Ties. Is Ties ook gek van stakkaart of niet? Ja, dat vind ik wel mooi. Nou ja, eigenlijk is het gewoon een auto met bumpers. Er zit een viercilinder motor in. Een Ford Sierra Pinto motor en hier zit ongeveer 180 pk in. Dus tolweer 180 pk? Ja. 140 km per uur? Ongeveer wel. Nou, dit is zeg maar een stoel, zodat je extra strak zit en zodat er minder ongelukken komen. Ja. En is dat ik nodig? Ja, het is wel heel erg nodig, ja. Weer een nummer zo'n 20? Ja, dat is ook hartje nummer. En het is mijn lievelingsgetal. En je bent al lang niet 27? Nee, dat nog niet. Nou.
maar zien. Maar het woont eens. Nou, het was wel close, maar ik denk eerlijk zo dat ik wel won. Ja, hè? Ja. Hoe ging het? Ja, wel goed. Op zich, ja. Jawel. Het was echt beestachtig goed, hè? Ja, dat denk je wel, ja. Hé, wat had eens dat woon had? Dat denk ik natuurlijk. Nou, we in de beelden nemen we romsjoen. Het is echt een hele spannende finish. Maar uiteindelijk is Rohan de grote winnaar. Oh, dat is niet eerlijk. Dat was op Instagram won. Ik heb won. Dat is niet waar, ik heb won. Ja, dik. Is je met je mekaar even feliciteren? Je feliciteert, beste man. Vlug fietsen Luc naar huis. Zijn voetbaltas hing zwier om zijn schouders. We hebben trein overlen. Je hield helemaal honger met stomme voetbal. Net omdat ze vaak verlen, maar omdat er een van de liedsen waren, wie er altijd van alle kanten om inbeuk waard. Boekenmansje. Mijn mem die werkt bij de politie. Die geeft je natuurlijk net maar akkoord, hè? Nee, dat is wie. En wat gaat er nou gebeuren? Maar we zijn opval, hè? Ga je zo'n bezem? Nee, we zijn maar een ziekie. Okay. Mooi toch? Hey, en Lieke te zijn om ik leuk dat ik bij jou deel kom reageren op de eerstvolgende puzzelpost. En waar dit weer stolen, ik een boek. Wordt wan, hè? Van net, jongens. Jazeker. Nou, dat dacht ik. Oh, het wordt wel netter nou, hè? Jazeker. Wat is er met hem? Ah, in de niks.